De etappe naar Alcanis was weer een bloedhete met temperaturen van rond de 40 graden. De renners moeten dus veel drinken. In een normale rit drinken ze zo'n beetje 8 bidonnen maximaal. Ze nemen er 2 mee in de start, ze krijgen er 2 in de bevoorrading en tussendoor halen ze dan een keer of 4. En hier gaan we richting de 18 tot 20 bidonnen per renner, zeker. Waterlauw. En dat betekent dus 10 liter per persoon. Een van de waterdragers van dienst vandaag is Laurens ten Dam. Meer water. Doorslisser. We hebben in overleg met de dokter en onze voedingsdeskundige. Vanwege deze hitte gebruiken ze gewoon verschrikkelijk veel zout. Dus worden er zouttabletten in de kannen water gedaan. En die mengen we dan met doorslisser. En waardoor het beter opgenomen wordt en ze wat minder last van hun maag krijgen vanwege het vele zout dat ze binnenkrijgen. Oké. Naast al het water en dorstlesser heeft de Raboploeg nog meer bewapening tegen het hete weer. We zijn naar de winkel gegaan en daar hebben we pantykousjes gekocht. Het is natuurlijk wel een beetje raar dat wij als man om 30 paar panties kwamen. En die vullen we dan met ijs. Knopen we hem dicht. En die geven we dan in de bevoorrading mee. Die liggen ook in de auto's. Het gevolg, ze doen die in hun nek zo. Die leggen ze in hun nek. In hun shirt. Dat gaat langzaam gaat dat dooien. Dus dat koude water dat loopt langs hun rug. Loopt dat naar beneden. Ja, dat geeft dan enigszins een verkoelend effect in ieder geval. Voor die man is gewoon aangenaam in die bloedhitte. Dat ze toch iets koels op hun lichaam krijgen. Zeg maar, buiten het drinken om. Dus ja, we hebben heel veel pantykousjes vullen. We leggen ook in allebei de auto's van de ploegleiders. Dus de mechaniekers zijn ook druk met onze panties, zeg maar. En zodoende worden ze toch ook nog ergens anders voor gebruikt.